1, 2, 3. Nou Esther, wat leuk dat wij even langs mochten komen. Ja, wat gezellig. Wie heb je daar op je schoot zitten? Dit is dus Frankie. En hoe oud is Frankie? Frankie is nu 10 maanden. Op wie lijkt ze het meest? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet nu niet of ze op mij lijkt of op mijn vriend. Dat weet ik niet. Hoe is de taakverdeling thuis? Eigenlijk doen we heel veel samen, dus ik vind wel echt dat we de opvoeding doen we echt helemaal 50-50 eigenlijk. En dat vind ik ook wel heel fijn. Slaapt en eet ze goed? Ja, ze slaapt echt heel goed en ze eet soms goed en soms minder goed. En welke voeding geef je op dit moment? Ik geef haar nu Nutrilon 2. En hoeveel flesjes per dag geef je Frankie? Nou, ik geef Frankie meestal 4 flesjes per dag. Wat is jouw voedingsritueel? Eigenlijk geef ik haar in de ochtend altijd een flesje. En daar begin ik dan mee de dag en daar pak ik dan echt een momentje voor. Dus het is echt wel een rustmomentje met z'n tweeën. Dus het is altijd op de bank of in de ochtend in bed. Volgens mij hoorde ik haar kraaien. Ja! Ik denk dat ze trek heeft. Ik denk het ook. Hé, hey, en jullie reizen veel? Gaat Frankie altijd mee? Ja, Frankie is echt wel een wereldreiziger. Die heeft denk ik al 6 vluchten gehad en ze is nog maar 10 maanden. Heb je je wel eens heel onbeholpen gevoeld? Ik heb echt wel dat ik soms echt gewoon in... Dat het zweet me uitbrak, omdat ik gewoon niet wist hoe ik sommige dingen moet doen. Want je bent gewoon als jonge moeder ben je gewoon soms wel een beetje onzeker. Dat merk ik wel, ja. Als je nou toch een vraag hebt, bij wie kun je dan terecht? Als ik echt vragen heb, dan vraag ik het natuurlijk wel aan vriendinnen. Maar ja, met ingewikkelde vragen, dan bel ik dus het care team van Nutrilon. Goedemorgen, mijn eerste van het Nutricia Care Team. Goedemorgen, met Esther verder. Hoi, goedemorgen. Hallo, ik heb dus een vraagje, want ik heb een dochtertje Frankie en ze is 10 maanden. Ze drinkt eigenlijk niet zo goed, omdat ze snel is afgeleid. Of ze valt snel in slaap voordat ik een flesje geef, voordat ze gaat slapen. Ah, nou, goed dat je even belt. Kijk heel graag verder met je mee. Ja, wat kan helpen is om bijvoorbeeld te kijken in de avond dat je het flesje net iets eerder kan geven. Dan zou je ook, want ze is nu 10 maanden, zouden 3 flesjes per dag ook voldoende zijn. En wat je dan ook ziet als je bijvoorbeeld een flesje af gaat bouwen, dat er ook wat meer ruimte komt voor de andere flessen en voor de vaste voeding. Waardoor waarschijnlijk het drinken ook al wel weer wat beter gaat. Oh ja, dat is ook wel een goed idee, ja. Als je bijvoorbeeld ziet dat het echt te veel moeite kost met het drinken, dan zou je eventueel ook een andere spee nog mogen proberen. Om te kijken dat ze dan wel 20 tot 30 minuten aan één gesloten drinkt. Oké, nou hier heb ik wel serieus echt heel veel aan. Nou, dat is goed om te horen. Oké, dankjewel. Graag gedaan, fijne dag. Nou, dit was echt zo'n goede tip. Ik ben echt heel blij dat ik even heb gebeld. Stel, je hebt toch een tip voor andere moeders. Welke is dat dan? Ik vind het altijd heel lastig om tips te geven aan andere moeders, omdat ik ook niet de wijsheid helemaal in pacht heb. Maar wat ik wel voor mezelf heel fijn vind, is dat ik best wel heel makkelijk ben. En heel flexibel. Dus als het even niet gaat, dan zet ik me ook heel snel overheen. En dan denk ik, oké, volgende keer doen we het anders. Of weet je wel, volgende keer gaat het wel. Dus ik maak me niet zo heel snel heel druk. Dus eigenlijk zeg je, maak je vooral niet zo snel druk. Ja, eigenlijk wel. Nou, dankjewel Esther dat we even bij je en bij Frankie mochten kijken hoe het gaat. Dankjewel, ik vond het gezellig dat jullie er waren. Doei.